Bent u de gemiddelde Groninger? Beeldend kunstenaars Lambert Kamp en Tjeerd Veenhoven zoeken 100 Groningers die aan dit profiel voldoen. Ze maken een kunstwerk voor het nieuwe gemeentekantoor op het Europapark in de stad Groningen. Met een mobiele fotostudio gaan de kunstenaars op zoek naar stadjers en omlanders die zich willen laten vastleggen. Ja, dank u wel. Wij hadden eigenlijk het idee, ja, de gemeente Groningen, wat doet hij eigenlijk? Dus we zijn een onderzoekje daarna begonnen en die maakt natuurlijk beleid. Beleid voor de inwoners van Groningen. En wij vroegen ons af, wie is die Groninger? Dat is één, en dan mag u nog naar de zijkant draaien en neem ik uw profiel. De 100 foto's worden uiteindelijk tot één gezamenlijk portret verwerkt, de Groninger Universalis. En dat is dan dus eigenlijk de persoon voor wie de gemeente Groningen beleid ontwikkelt. Laving is fijn. De gefotografeerden hoeven niet in Groningen te zijn geboren. Er wonen is voldoende. Hoe meer variatie, hoe beter. En we gaan zo meteen dus ook nog de binnenstad in, de Waagstraat. Omdat we juist zoveel mogelijk verschillende Groningers willen ontdekken. En dan moeten we ook echt even de stad door. De bereidheid is groot. Veel Groningers laten zich vrijwillig vastleggen en willen graag onderdeel uitmaken van dit bijzondere kunstwerk. Dat was hartstikke leuk. Ja, weer een andere ervaring om te doen. En u bent wel de gemiddelde Groninger? Ja, geboren en getogen stadje. Ik vind het heel leuk. Ik had er al van gehoord. Ik vind het heel leuk. Mooier kan niet. Het hoogste wat je als Groninger kunt bereiken. Vereeuwigd als Groninger. Het kunstwerk is in december af als het nieuwe gebouw van de sociale dienst in gebruik wordt genomen. De Groningers zullen zichzelf niet in het kunstwerk gaan terugzien. De foto's worden bewerkt tot allemaal kleine stippeltjes. Die vormen uiteindelijk één gezicht, die van de gemiddelde Groninger.